Goeiedag. Volgens mij ben ik nu live en kunnen jullie mij geweldig zien of horen, nog niet zien. Dat hoort. Ik ben namelijk nu even bezig nog. Zo. En als het goed is, horen jullie nu mij en de stream? Ik ga nog even kijken op de stream. What the fuck? Ja, oké. Okay, die. Die klopt. Even kijken. Eerst achter, die is wel prima. Dat stopt, nou dan kunnen we beginnen. Dit is GTA Roleplay, dus ik ga in mijn GTA Roleplay rol in 3, 2, 1. Goedemorgen, ik ben Fred de Boer en ik ben momenteel ramen wassen en ik ben druk bezig om advocaat te worden. Ik moet nu eigenlijk even mijn motor ophalen. Ik weet alleen nog niet helemaal waar ik dat kan doen. Ik denk dat ik maar naar A en BB zal die niet staan. Dus ik denk dat ik maar naar autodealer vast ook niet. Ja, waar moet je dan naartoe gaan? Misschien een garage. Eens even kijken. Dit is even waar ik naartoe moet lopen. Daar is daar naartoe. Goedendag meneer. Volgens mij, ja, ik loop nu de goede kant op. Even kijken, ik hoor hele harde muziek. Ik weet alleen nog niet waar dat vandaan komt. Volgens mij van dit gebouw. Even kijken. Zo, hier. Dus, dit is GTA Roleplay. Heel erg leuk natuurlijk. Ja, top. Ik heb dit al één keer eerder gespeeld. En dat is zodat ik een beetje wist hoe en wat het werkte. Ik weet alleen nog niet hoe het helemaal werkt. En hebben jullie tips of werkt het niet helemaal goed? Ga diep dan vooral in de chat en dan kan ik er hoogst persoonlijk iets aan doen. Kijk, dat zijn twee spelers op een motor. Ik heb ook een motor, maar die moet ik alleen nog even ophalen. Even een sprintje trekken. Die gaat wel net iets te snel. Die nam ook iets mee. Zagen jullie dat? Loop ik nog wel goed? Ik moet aan de andere kant van de Maze Bank
arena zijn. Dus ja. Tenminste, dat denk ik ook. Dat denk ik. Wat hoorde ik daar? Dat was een toeter. Ik weet alleen nog niet helemaal waar of die van Udo zijn, want die ingespannen zijn of echte Udo's. Of echte Udo's met echte mensen. Eens even kijken hoor. Oeh, wat de. Zo min Udo hier ook. Nou, dit is een autodealer. Daar moet ik niet naartoe, maar ik heb maar 5000 euro's. Dus daar kan ik geen auto van kopen. Maar waar moet ik naartoe? Oh, kijk. Wat is dit? Neem auto uit de garage. U kunt uw gele voertuig ophalen in de gele cirkel. Oh. Hallo. Auto uit opslag halen. Je hebt niet genoeg geld. Kan ik daar hier voor regelen? Kijk nou, wat een chaos. Goeiedag, meneer. Sorry, mevrouw. Maar toch ook weer meneer. Dit vind ik een beetje gek. Ja. Ja. Maar, daarnet werd ik gebeld door een vriend die... Ergens in de buurt dus en zo en die ook in de aardappel. Er was iemand uit de zijn trappen, denk ik. Ja, dat vind ik ook. De groeten. Wat? Wat, meneer? Hebt u dat gedaan? Wat? Uit de zitten trappen? Nee, natuurlijk niet. Oh, want mijn vriend zegt... Zie ik eruit alsof ik dat zou doen? Nee. Precies. Ja, het zou kunnen, want u bent de enige die erbij. Ik zag net een andere motor, een auto en u voorbij komen. Denkt u nou echt dat ik een persoon te voet dat heeft gedaan? Nee. Precies. Kijk, daar hebben we iedereen. Wat? Daar heb ik hier een auto die voorbij kwam rijden. Oh. Even kijken, ik moet wel geld hebben, want anders kan ik niet op mijn motor en dan duurt alles zo lang. Kan ik dat hier niet doen? Is dat een, nee, dat is een telefoonapparaat. Godverdamme. Eens even kijken hoor, maar ik moet de... een pinapparaat hebben, want ik kom iets van 550 euro's tekort, want ik heb maar 50 in mijn broekzak. Wat hoor ik nu weer? Nou, wat een mooi ding. Ja, sorry hoor, maar dat is toch een mooi ding, hé. Gaat hij nou achter me aan of wat gaat hij doen? Nee, oké, dat dacht ik. Ik heb gewoon wat geld nodig, jongens. Ik kan nu toch niks doen. Oh. Wat hoor ik nu weer?
Kijk, er gebeurt altijd wel weer iets waardoor je je helemaal kan verbazen, weet je wel. Ik heb niemand in mijn telefoon staan. Ik ga wel een taxi halen. Hallo. Kan iemand mee ophalen? Ik sta bij de Maze Bank Arena. Maar nu is het punt. Misschien moet ik er nog even bij zeggen. Bij de garage. Zo, ik heb ook een typgebrek nu. Nu moet ik even wachten. Of ik kan bij die persoon een taxi of liften. En misschien vraagt hij daar wel minder voor. Hallo? Mag ik wat vragen? Hallo? Kan ik u wat vragen? Wat zeg het eens? Kunt u mij een lift geven naar de bank toe misschien? Moest al? Nou, ik moet wel geld hebben, want anders kan ik mijn auto of mijn motor niet ophalen. Oké. Okay. Ja. Ga maar achterin zitten. Ja, oké. Oh. Ga even wachten. Oh. Dat is al terug dan. Even kijken. Even kijken voor een bank hoor. Ik denk dat dit de dichtstbijzijnste is. Nee, want hier kan je ook gewoon binnen. Hier binnen. Oeh, ja, dank u wel. Kijk eens aan, alstublieft. Dank u wel, meneer. Fijne dag nog. Jo, hetzelfde. Mag ik hier binnen pinnen, meneer? Oeh, hier zo. Vingerafdruk, zo. Opnemen, alstublieft. Even kijken, gaan we, ja, we doen maar 600. Zo. Fijne dag nog. Oh, wacht. Misschien kan ik trouwens nog wat broodjes van u halen. Hallo, mag ik een broodje? 3 broodjes alstublieft. Ja, dank u. Zo. Oeh, trouwens, misschien had die meneer me ook op kunnen halen, want nu moet ik extra lang wachten. Goed, ik ga daar wel weer even naartoe. Even kijken. Ik ben trouwens wel blij dat het gestopt is met regenen, want anders, ja, dan word je zo nat en dan hoor je minder, weet je wel. Dan kan je elkaar ook minder verstaan. En daar hoor ik gewoon niet zo van. Oeh, wat is hier dan gebeurd? Nou, leuk zeg. Leuk. Kijk, ik ben dus Fred de Boel. Ik was, vroeger was ik Boel, maar die handel liep niet zo goed. Dus ik ben nu, naar de stad toe gekomen. En ik ben bezig om advocaat te worden. Dat klinkt misschien raar om van boer naar advocaat te gaan, maar ik heb gewoon heel veel zin om voor mensen die iets slechts hebben gedaan het op te nemen. Oeh, daar is die weer, die aardige meneer. Kan ik gelijk naar de gele toe of niet? Hallo, naar de gele toe. 600 euro's. Kiek. Even de motor starten, dat is wel handig natuurlijk.
Ik heb hier wel een beetje last van stottering, om het zo maar te noemen. Want je mag in deze omstandigheden, of in deze wereld, mag je niet praten over bijvoorbeeld dat het glitcht of zo. Dan kan je letterlijk geband worden. Dus dat vind ik een beetje raar, maar snap het ook wel weer. Maar ik heb nog geen baan als advocaat. Dus ik gok maar dat ik nu even verder moet gaan met mijn baantje als glazenwasser. Ik vind mensen wel een beetje wild, om heel eerlijk te zijn. Nou, zolang er geen popo is, kan ik gewoon lekker rijden. Want de wouten, ik wil later ook al hun tegenstander als ik advocaat ben. Maar nu haat ik ze ook al een beetje, om heel eerlijk te zijn. Kijk, hier moet ik zijn. Ja. Zo, nu staat hij op slot. Werkkleding, ja, ik snap ook niet waarom dit mijn kleding is, maar goed, dat mag allemaal. Slash. Kut. 4. Call. 4. 6. 4. 1. 9. Shit. Zo. Godverdomme, jongens. Goeiedag, hé. Hey, jongen. Oeh, hij is weg. Ja? Yes. Kets. 4. 4. Call. 4. 6. 4. 1. 9. 0. 6. 3. Jezus. Ah. Oké. Up in. Oh, wacht, dat is mijn man. I, Koekwaus. Wat doet u nu? U rijdt alle auto's aan. Nee, kom eens hier. Meneer, kom eens hier. U gaat betalen. U gaat betalen. Nou, wat een Koekwaus. Wat een koekwaas. Kijk, ik schiet niet compleet uit mijn sloffen. Want kijk, ik ben hij is ook maar een mens. Maar er zijn wel grenzen. En naar mijn idee ging hij daar wel een beetje overheen. Over die grens. Kijk, er is een snelheidsverbod van hoogstens 80 kilometer per uur, dus ik heb mijn cruise control op 81 kilometer per uur staan, zodat ik hopelijk alsnog geen boete kreeg. Om een chaos daar zeg. Oeh, hij is voldoende. Dank u wel. Wacht, we zijn het niet die groezen die me moet hoor. Jawel hè, dat was hem. Wat een beach. Wat doet u nu? Ik heb geen idee wat hier gebeurt, maar het zal wel. De groet. Oh. Oh. Hallo, leeft u nog? Ja. Krijgt u al hulp of niet? Hm? Krijgt u al hulp? Ja. Oeh, moet ik hulp voor u halen? Ja. Oké. Eens even kijken, hoe kan ik dit het best aangeven? Contacten. Ambulance. Er ligt hier
iemand bij Lock Party 3211. Ik was niet de dader, maar hij gaat wel dood. Goed, hulp komt eraan, meneer. Ik ga er vandoor. Thanks, meneer. Veel succes. Hetzelfde. Ik vond wel dat hij heel normaal praatte voor iemand die net was aangereden. Maar dat ben ik. Had hij het net tegen mij of niet? Ah, vast niet. Ik word wel een beetje gek van al die mensen in mijn oor schelpen, hoor. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Geen Wouter, kan gewoon hier door het rode licht heen. Oeh, groen op. Dit is wel spannend nu. Oeh. Kijk, dat is een casino, maar je kan niet naar binnen. Of tenminste, ik kan wel naar binnen, maar dat is niet het echte casino. Volgens mij mag ik hier 100. Dus we gaan net iets sneller dan 100. Wat gebeurt hier nou? Is hier een persoon bij? Want hij is lekker aan het roken. Nee. Nou goed, niet mijn probleem. Oeh. Kijk, weet je wat het ding is met deze motor? Deze motor raakt heel snel oververhit. Dus ik ben een beetje bang om te snel te gaan, want dan krijgt hij te veel schade. En dan moet ik de AWB weer halen. En dat kost klauwen met geld. Zo. Maar ik ben nu dus onderweg naar mijn werkvoertuig. En ik ben daar naartoe aan het gaan, omdat ik uiteraard anders niet kan werken. Ik weet niet wie dat voertuig daar heeft neergezet, maar dat zal wel. Eens even kijken, waar ligt hij precies? Oh, mooie plek. Ja, maar wat is dit dan? Ja, sorry hoor. Maar sorry, Fred was eventjes weg. Wat is dit dan, jongens? Hoe heet deze winkel? Oh. Want als ik moet hier de ANWB voor bellen. Goed, nou, ik ga me de ANWB erbij halen. Oh, dat gaat geld kosten. Dat gaat geld kosten. Contacten. ANWB. Kijk, ik weet al dat ze dat veel geld kost. Want ik heb, zoals jullie zien, al eerder een berichtje gestuurd. Goedendag. Met Fred. Licht. Ik moet werken met een voertuig dat op
zijn kop legt. Dus ik denk dat... Dus, ja, wat moet... Dus ik heb even wat hulp nodig om hem weer te kantelen. Ik ben die autobahn 711. Hopelijk komt u snel. Zo. Nou, nu wordt het maar wachten, gok ik, hè? Je ziet hem ook bijna niet. Hij ligt zo verbolgen hierachter. Misschien kan ik wel heel dramatisch midden op de weg blijven staan. Oh nee, het begint weer te regenen. Oh, wat doet deze auto hier? Staan, want dit is een fijne... Misschien moet jij even neer. Hey, wegwezen! Okay. Moet ik dood of niet? Nee, ik ga al. Oké. Okay. Wat gebeurt hier dan? Ik ga even. Er wordt een politieman gegijzeld. Geen idee hoe je dat schrijft. Bij autobahn 711. Kom snel. Kan ik ze niet filmen misschien? Dan heb ik bewijsmateriaal. Hoezo kan ik niet filmen met dit kutapparaat? Oeh, jawel. Moet ik eens even kijken. Hoe film ik nou? Hé, laat me eens even filmen. Nou goed. Trouwens, ik... ja, de politie die helpt me niet echt per se toen ik zowat vroeg. Dus laat ze ook maar lekker stikken trouwens. Goed, komt er nog... Au, de tyfus. Komt er nog hulp? En voor mij, en voor die politieman. Man, dit gaat niet goed hoor. Ik weet niet wat die meneer aan het doen is. Maar, zover ik weet, is dit niet hoe de baan van een politieagent eruit zou horen te zien. Maar goed. Maakt die man ook weer eens wat mee, hè? Die man die moet ook wel denken, wat doet die meneer daar nou de hele tijd? Ja, nou ik wil godverdomme hulp hebben voor dit wagentje hier. Hij is ook nog aan het roken. Oh, je auto moet nooit roken, dat is niet goed.
Zeker niet als het uit de oerplaat komt. Goed, ik vertrouw het toch niet helemaal. Hallo? Kan er iemand komen? En datzelfde Ach, hou je bek toch met je kutmuziek. Hallo? Mag ik hulp? Oh. Waarom blijft die man daar ook gewoon staan? Wat is zijn idee? Goeiedag. Goeiedag. Hallo? Oh nee, dit zijn bots. Of niet? Ja, hallo. Goeiedag. Meneer, wow. U mag even afstappen. Wow. Oké. Ik kan u precies vertellen wat er gebeurd is. Meneer de Boer, wat doet u hier precies? Nou, als u wilt meelopen. Ik ga eerst even fouilleren, meneer. Dat is goed. Yes. Mag ik maanden weer naar beneden? Ja, doe maar omlaag. Kijk. Mijn auto is hier gecrashed. En ik had de ANWB al om hulp gevraagd, maar die wilde maar niet komen. En terwijl ik de ANWB aan het berichten was, kwam daar een auto aangelopen of aangereden. Daar stapte een meneer uit en die hield een wapen tegen uw collega aan. Ja. En hij deed voor de rest niks. Ik liep er naartoe en hij zei dat ik weg moest lopen. Maar voor de rest, ja, hij zei niet iets wat hij wou of zo. Oké. Ja, wij waren hier inderdaad voor een transactie voor onze eigen meneer. Onze eigen collega. Ja, ik had ook al een berichtje naar u gestuurd. Nou, tenminste naar de politie. Ja, dat is niet erg handig, want nou is er iemand geliquideerd. Nee, dat snap ik. Ja, nou, meneer, u moet wel een locatie doorgeven. Wij komen aangelopen en er staat gewoon een motorrijder bij ons. En die heeft u gezien. Nou, dat is niet door ons gebeurd, hoor. Goedendag. Gebied verlaten. Oh, oké. Nee, ik sprak net ook al met uw collega, dus. Ja, ik wil gewoon mijn werk doen, jongens. Ik wil gewoon mijn werk doen, maar dat mag niet. Zo. Goed. Kijk, de politie is er wel eerder dan mijn ANWB. Ook al was de ANWB eerder geïnformeerd dan de godvergeten politie, maar dat mag. Als die weer even weg kan, dan kan je niet meer. Hier, er is maar ANWB medewerker bezig. Oké. Ja. Oh, dat is mijn collega. Collega. Stap bij u. Nee, mag even hier blijven, stap maar even af. Ik ben aan het wachten tot de ANWB van mijn wagen. Oké, meneer, ik ga u even proberen. Mag even handen omhoog. Dat heeft uw collega ook al gedaan. Nou, dan is het prima. Top. Oh, u stond hier net. Ja, dat was hem. Ja, dat weet ik. Ja, oké, top. De politie weet zelf ook niet helemaal wat ze willen.
collega. Oh. Godverdomme, niemand is meer aardig in deze stad. Het enige wat ik wil, jongens, is de ANWB. En dan komt de politie erbij en dat mag allemaal. Maar die godvergeten ANWB komt er maar niet aan. Yo, kun je misschien even een stukje verder opbrengen? Oké. Je mag maar... hem even goed verlaten. Oh. 300 meter. Ja, hij gaat me even brengen naar Malen. Een stukje verderop. Oké. Ik zal wel stoppen. Als het goed is, daar bij die tweede tankstation. Even kijken. Rechts. Ja, top, dankjewel. Alsjeblieft. Zes. Is AMB al? Nee, die komt eraan, denk ik. Ja, ze reden niet, maar doet hem wel af, denk ik. Ja, kijk, ik heb de politie heel erg graag. Wel trouwens. Ja, oké, laat maar. Nou goed, heb ik ook nog eens een ambtenaar in functie geholpen. Ja, dus ga liever naar wel even gebied verlaten. Oh, maar mijn auto staat daar. Ja, die ligt op de kop. Dus even een beetje die kant op. Je mag zodra wij weg zijn, kan je er weer naartoe gaan. Oké, heeft u enig idee hoe lang dat gaat duren? Niet heel lang. We moeten wachten tot de ambulance er is. De ambulance is er, dus we zijn zo weg. Oké, joep. Oh, is dat de ANWB? Nee. Nee. Nou, goed. Deze dag loopt heel anders uit dan ik in gedachten had. Maar dat mag. Oh, is dat de ANWB? Nee. Goed. Is dat de ANWB? Lijkt me niet hoor, want ik lijkt me niet, want ik moet, dat er moet omgetakeld worden en ik zag daar een normale auto aan. Lijkt me niet dat je een hele bus kan omduwen met een auto. Hier, wacht, willen we even wat sensatie zien misschien? Ja, misschien willen ze nog een verhoor hebben van wat ik allemaal heb gezien. Hallo meneer. Ik heb nu al helemaal geen idee meer van wat er gebeurt. Nee, stek erin. Jongens, jongens, jongens. Nou goed, nu ik toch moet wachten op en die popo of die shizzle daar en op de ANWB. Diep wat vragen in de in mijn hoofd, oftewel in de chat. Lach, wat gebeurt daar nou? En dan kan ik die beantwoorden. Deuren. Mag ik er nu weer bij?
deuren aanval. Wacht, laat ik even aan die meneer vragen of hij nog wel wilt. Goeiedag meneer. Meneer? Ja, de gezwet, hè? Ja, maar wilt u nog een iets van een wat ik heb gezien of zo opschrijven of iets? Ja, als u daar beeldmateriaal van heeft of iets in die trant. Nou, het staat op mijn netvlies. Oké, okay. Heeft u ook namen gehoord, iets in die trant? Nou kijk, ik kwam dus aanrijden, want mijn busje staat daar. En er kwam op een gegeven moment een auto van daar boven aan de berg daar. Waar ik mag niet wijzen als ik in de auto zit, wacht of op de motor zit. Kijk, een motor kwam van daar, kwam hij zo naar beneden, hij stond hier zo. En toen ging ik erop af en die meneer die zei van, ga snel weg, want anders schiet ik u ook nog dood. Dus het was ook nog een bedreiging. Doe verder meneer. En die meneer die was, hij had een, een bivakmuts op. En een zwarte jas, ik weet niet of je daar wat aan heeft. En die hield uw agent onder schot. Wat voertuig was het, meneer? Het was een off-road, ik weet niet helemaal wat voor voertuig het was. Best wel bekend. Best wel bekend, een beetje vierkantachtig. Ja, G-Wagon. Okay. Ja. Ja. Ik zag die rijden. Die kant op. Hij was een beetje zwart of blauw, zoiets was het. Mm-hmm. En ik moest gewoon weggaan, want anders werd ik ook nog beschoten. Dus. Oké. Okay. Dus ik werd ook nog bedreigd, zou je het wel kunnen noemen. Ja. Ja. Dat is het enige wat ik heb gezien en toen kwamen jullie er al aan. Kan ik verder gaan, Willem? Mijn voornaam is trouwens Fred. Ik weet niet of u daar wat aan heeft. Maar... Ja, het meest daar genoteerd. Top. Allemaal genoteerd en wel. Top. Ja, meneer, dank u wel voor uw inlichtingen. Ja, hopelijk kunt u er wat mee. Ja. Dus, kunt u mij even iets afzetten, iets meer terug? Daar staat mijn voertuig nog. Ja, is prima. Als u kunt zeggen waar? Ja, iets verder terug. Dan we kwamen met 10 te voet. Die kant op of die kant op? Oké, ja. Ik denk dat het daar ergens moet zijn geweest. Oké, tuurlijk. Ja, aan de rechterkant daar. Ja, hier is het goed. Hè. Dank u wel, meneer. Jo, veel plezier nog met uw werk of zo. Ja, goed. En nu die godvergeten ANWB nog. Nee, geen ANWB te bekennen. Nou, kijk, ik ben er wel een beetje mee aan om eigenlijk heel eerlijk te zijn. Zijn onderweg, man. Om heel eerlijk te zijn. Mijn auto, ja, daar kan ik momenteel niks mee. Godverdomme, joh, waarom is dit zo lastig? ANWB. Ik sta er nog. Steeds. Oh. Hoe lang is dat nou inmiddels geleden? Eens even kijken. 19 minuten geleden. Naar mijn idee mag je daar wel nog een deel over hebben hoor. Maar dat is mijn idee. Maar ik kan ook gewoon niet werken totdat ik dat heb gedaan, dus.
Ja, ik zou wel een andere baan kunnen kiezen, maar dit is wel de best of de baan die het beste verdiende, dus ja. Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat ik er toch maar vandoor moet gaan hoor, want ja, ik kan niks. Maar ja, waar ga ik dan naartoe, hè? Misschien is het handig als ik hier. Waar ben ik? Hier ben ik. Als ik hier eventjes. Een wegpunt neerzet. Zo. En dan. God, ik ga er wel eventjes wat verder van door. Want ik weet over het algemeen best wel hoe ik naar de stad moet komen. Oh, dat is de verkeerde kant. Oh, het was deze plek hier. Zo, ik weet over het algemeen best wel hoe ik. Goeiedag. Nee. Ewa! Hier alleen. Wat een gekko's tegenwoordig toch ook, hè? Ik stuur nog één berichtje naar de ANWB. Ik ben weg, maar de wagen staat er nog. Stuur maar een berichtje als het gelukt is. Nou, en dan nu de route terug naar huis, maar volgen. Oh, oh shit. Oké, dat ging nog goed. Oh, klein sprongetje. Kijken, waar wil ik eigenlijk naartoe? Kut. Kut. Help. Ik had gewoon op de weg moeten blijven als de idioot die ik ben. Ik weet niet waar de flitspalen staan, maar ik heb er maar vertrouwen in, laten we zeggen. Man. Ja, laat ik gewoon maar weer mijn normale kleding aan doen of zo. En dan zien we het wel weer. Wou ik zeggen. Kut, 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 kut. Ik zeg perfect. Oké, hier mag. Dit is een 90 zone of zo, dacht ik. Dus hier met bijna. Of met 200 te doorgaan, mag vast wel toch? Dit is een 80 zone. Maar dat is een prima. De vraag is, ga ik nu goed? Ja, ik hoef alleen maar rechtdoor te gaan zo'n beetje hier. Oké. Okay. Oh nee, hier zijn flitspalen, dat weet ik. Mag niet te snel gaan weten, ga wel. Mm-hmm.
Ja, ik kan wel even kijken buiten het centbureau. Dat, er zit niemand op dat. Waarom zie ik geen mensen? Waarom zie ik geen mensen? Ben ik nou zo gek? Of zie ik geen mensen meer? Oké, om heel eerlijk te zijn, wil ik sowieso ook wel van mijn baan af hoor. Dus het was sowieso tijd. Het was sowieso tijd. Het wordt sowieso altijd voor een andere baan. Maar wat wil ik worden? Ik ben... Bio 1. What the f... Ik ben nu ramenwas. FIB. Goedendag, heren. Ja, wij zijn van de FBI. Goedendag. Dat is wel een beetje raar om dat zo overduidelijk te zeggen. En waarom staat u dan hier eigenlijk? Wat zegt u? Waarom staat u hier dan? Ja. Kom. Maar meneer. Mag ik uw rij- en kentekenbewijs zien alsjeblieft? Waarom? Ja, uw motor staat echt vrij gefout parkeerd hoor. Fout parkeren. Dat is fout parkeren. Ik vind het raar dat u zo aankomt, schreeuwend, ik ben van de FBI, wat we in Nederland trouwens niet eens hebben. En dan... Dat hebben we wel, wij zijn de Nederlandse FBI. Nederlandse FBI. Ja. Mhm. De enige verklaring daarvoor? Waarvoor? Waarvoor? Oké. Ja, meneer. Ja. Nee, luister niet maar met deze meneer. Deze is een beetje op zo gevallen. Ja, dat dacht ik al. Ja, gefout parkeerd, dat hou ik in mijn hoofd. Hou maar in je hoofd dat je in de bio bent. Godverdomme. Goed, ik ben koerier geworden, zoals jullie misschien wel zagen. Kleedkamer. Ik denk dat ik daar naartoe moet gaan. Het is sowieso altijd een beetje zoeken waar je naartoe moet, hè, in het begin. Ik weet sowieso niet... Ik ga er gewoon vanuit dat ik pakjes bezorgen ben en geen drugs, drank of wat dan ook. Oh, dat is een hele mooie paal. Hopelijk heeft mijn motor de tik goed overleefd. Want ik heb geen zin om de ANWB erbij te halen die misschien helemaal niet werkt. Of komen, of wat dan ook. Oh ja, hier zijn heel veel... Sorry, maar hier zijn heel veel, Hoe heet dat nou? Flitspalen. Sorry dat. Zo, kijk die Willy maar eens. Ik wil trouwens wel even weten hoeveel dit verdient, want anders ga ik weer terug naar het glazen wassen. Oh, afslag en meest mag gebeuren. Hier heb je geen flitspalen. Zo. Dan word ik nu echt een flitsflits. Oh. Waarom loop ik zo?
Werkkleding, alstublieft. Haast. Oh, is dat misschien niet gewoon mijn vehicle? Nee, zeker niet. Ik moet weer naar hetzelfde... Naar dezelfde plek, dezelfde onzin. Oh. Goed, ik ga weer terug. Gok ik zomaar. Ik ga weer terug naar het uitzendbureau, jongens. Wat doet deze boot hier? Ja, maar eventjes serieus. Deze boot hoort hier niet te staan. En dat weet de persoon die hem hier heeft neergezet ook wel. Shit, mijn motor heeft een beetje damage. Goed. Ja, op zich wel. Groetjes, Fred. Weet u waar ik waar bent u? Anders ga ik eventjes met u mee. Ik weet waar ik ben en waar dat is hoor, jongens. Zo, ga maar even een broodje gebruiken. Zo, dat is een hele hamburger joh, die je in je mikt houdt. Zo, een beetje pijn in je oog wel, jongen. Op het moment bij de haven, maar ik kom er gewoon naartoe hoor. Maar ik kwam dus gewoon even nieuw naar. Ik kom er zo snel mogelijk aan. Oké. Heerlijk. Als ik dan even hier naartoe ga. Ik weet nu niet of het dezelfde. Wagen is die daar, want ik mocht geen wagen hier bestellen omdat ik zogenaamd omdat ik hem nog had, dus ik denk dat dezelfde wagen dezelfde wagen is of dat hij dezelfde wagen geeft alleen dan met een ander kleurtje erop. Woehoe! Oké. Hoe dat mag. Oh, hier zijn ook flitspalen. Volgens mij wel. Ja, ik ben pakketjes bezorgen. Oké, laat ik even zeggen hoe dit werkt. Ik krijg 100 euro per dag. En
als ik mijn werk echt... Godverdomme, jongens. En als ik mijn werk echt doe, dan krijg ik nog een extra bonus daarbovenop. Juist, dus 500. Dat kan toch... Oh, jongens. Wat een bullshit. Ja, dat is toch bullshit, of niet soms? Ja, kom op zeg. Ik ben een hardwerkende man. En dan word ik beloond door van die... incapabele flitspalen die mij dan zo zouden moeten helpen. Nou, ik ben gewoon een man die zijn brood eerlijk wil verdienen en die het niet eens probeert te doen op een oneerlijke manier. En alsnog krijg ik een middelvinger als bedankje. Is dat nog steeds mijn wapen? Shit. Hij heeft geen ander lakje gekregen. Wat is dit dan? Ik ben bij autobaan 7010. Aan de weg. Nu wel. Anders kost dat wel benzine, hè? Dat snappen jullie wel. Weet u nu waar het is? Als je even je locatie hebt misstuurd. Autobahn. Ja, hoe exact wil je het vinden, joh? Goed. Ik sta bij route 86. Autobahn. 7-11. Redwood Lights track. Oké. Top. Jongens. Ja, want ik heb wel nog controle over deze. Wat, ik kan het voertuig duwen? Wat? Nee, nu wel. Als ik hem nu duw, valt hij op mij. Wat was dat? Wat zei die nou? Shift en E. Shift en E om hem te duwen. Ja, dat doe ik nu. Oké, duidelijk. Misschien is het trouwens wel een goed idee als ik even op de weg ga staan. Want dat kan je niet zo vinden. Ik had hem
Ik had hem niet aangetroffen, maar dat betekent niet dat die meneer weet waar die is. Wachten op de ANWB, meneer. Waar blijft hij nou? Maar trouwens, hij komt waarschijnlijk ook uit de stad. Daar zijn de meeste klussen. Dus ik gok zomaar dat hij hier vandaan komt. Hierboven. Hoezo staat hier? Hoor ik nou een auto? Ja, hallo meneer. Hallo. Hi. Hi. Hi, no. Hij staat daar. Daar links van u. Achter u. Oh. Ja. Is die van jou? Hij was van mij. Maar ik heb hem daar niet geparkeerd. Nou weet je, ik zal wel even proberen, maar ik heb geen sleepwagen nu bij me. Nee, ik... Ja, ik nee, dat kan. Dat kan. Ja, heb er vertrouwen in. Even aanloopje nemen en dan zo, hopsie. Ja hoor. Kijk. Dat zo. Is top. Ja toch. Ja toch. Even hier naartoe komen, dan kan ik even een klein factuurtje sturen. Nou ja, het wordt niet een heel klein factuurtje, maar ik spaar u nog wel een beetje. Hoeveel kost die? 1500 euro. Jezus, Mina. Maar gesproken is het 1800, Maar voor de kosten dat u tegen mijn wagen aanrijdt, kost het... Ja, ik maak hem toch daarna gelijk. En ik had hem ook gewoon daar kunnen laten liggen. Want als u had gezegd dat ik een sleepwagen moest meenemen, had ik dat ook gelijk gedaan. Dat alleen ik kan niet ruiken dat hij op de zijkant. Dat had ik op in het eerste berichtje van de ANWB neergezet. Maar ik ga ze niet alle 20 lezen, meneer. U had er ook gewoon één kunnen sturen. Dat had ik gedaan, maar toen kwam er geen hulp. Dat is vervelend. Dat komt misschien omdat ik de enige ben en ik nog ook 200 andere meldingen heb. Dus nou, ik ga weer verder. Ja hoor. Fijne dag. Ik ga een belasting onderduiken. Gadverde jongens. Hier heb ik toch echt helemaal de pest in. Weet je wel niet hoe lang dit werken is voor mij? Om dat geld te betalen. Kostte het echt zoveel. Jezus, Mina. Jezus, Mina. Ik heb verdomme... Wat was het? Een half uur zitten te wachten totdat die klerenlaaier kwam. En dan vraagt hij ook nog zo'n bedrag ervoor. Jezus, Mina. Ja, sorry hoor, maar dit vind ik wel een beetje... Dat ik zit van, hier heb ik toch helemaal geen zin in. Godverdamme. Ja, ik vraag me af wat er gebeurt als ik hem nu niet betaal. Maar ja, hier ben ik dus echt even niet over te spreken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hier heb ik toch even een partijtje geen zin in om dit te betalen, hoewel soms. Oh,
jongens, kijk rechts onderin naar mijn geld. Er staat nu nog 4400. Oh, 29 jongens. 29. Ik kwam van 9 omdat ik die motor had gekocht. En nu had ik het weer opgebouwd na bijna 5k. En dan komt er zo'n kledenlaaier. En dan krijg ik weer 15 ribben uit mijn lijf. Vanwege. Jezus, anderhalf rug. Kan je het ook noemen? 1,5k. Jongens. Nee, dit heeft mijn dag echt even niet gemaakt hoor. Ik ben over het algemeen heel vrolijk. Maar hier ben ik even niet over te spreken. Dit vind ik gewoon eigenlijk een beetje een naaiactie dan zo. Ik wist de ANWB kost wat. Maar dit vind ik toch wel een beetje belachelijk hoor, dat het zoveel kost. Dat vind ik toch wel een beetje belachelijk. Dat ik gewoon zoveel van mijn Imperium moet verkopen. Omdat ik, godverdomme, niet eens die Wagyu om heb zitten te jorissen. Dat had ik ook tussen trouwens. Zo, die ziet er ook lekker uit. Godverdomme, dan heb ik ook nog zo'n busje of zo. God, jongens. Ja, wat wilt hij nou dat ik met dit ding... Oh! Wat wilt hij nou dat ik met dit ding ga doen, joh? Ik weet het wel. Ik ga hier naartoe. Dan ga ik mijn baan weer veranderen naar glazen wassen. En dan... Deze ziet er niet helemaal goed uit. Dan ga ik mijn baan weer veranderen naar glazen wassen. En dan lever ik hem weer in. Deze auto. En dan zegt hij dat ik geen auto's meer op mijn naam heb die ik nog zou moeten inleveren van de baas. En dan kan ik weer veranderen naar postbezorger. En dan kan ik daar weer geld mee verdienen. Jongens, wat is dit omslachtig zegt. Jongens. Nee, nu val ik ook gewoon een beetje stil hoor, dat moet ik eerlijker zijn. Nu val ik ook gewoon een beetje stil. Je hebt een nieuwe job, ja dat zal wel weer. Ja, dan leid me naar mijn kleedkamer toe. Jezus, mina. Ik snap, ze moeten die factuur aan iemand geven, maar dat ze hem aan mij geven vind ik wel een beetje belachelijk. Koekwaas jongen. Bam. Ik zag hem niet. Shit, ik moet hier helemaal niet zijn. Ik moet er verderop zijn. Maar ik moet eerst nog even... Jongens, wat een proces. Werkkleding, zo. Oeh. Ah, trouwens. Nee, ik heb hier ook helemaal. Hoe kan je dit wagentje nou op slot zetten? Ja.
kom op bij. Is deze op slot? Nee, ja, tuurlijk is die op slot. Gadver. Zo, nou mijn burgerkleding maar even aandoen. Dan moet ik godverdomme weer naar dit uitzetcontrole toe. Ja, hallo meneer. Hallo. Zit hier nou niemand in? Is het nou voor gekkigheid? Ja, hallo, kunt u mij een lift geven? Oh. Kunt u mij een lift geven? Oh, take off, sister. Kunt u mij een lift geven? Hè? Kunt u mij een lift geven? Als je een momentje hebt, ik heb wel een maatje die een auto vrij heeft nog. Ik kom hier ook naartoe. Ja, hallo, waar ben je nu? Iemand die heeft een lift nodig, man. Ik hoef echt maar enkele meters. Hij staat. Waar is dit in godsnaam? 4003. Oké, ja, dan ga ik daar wel even kijken naar. Joop. Nou, zie je 4003. Staat bij de glazen wasser is dat. Bij de glazen wasser. Oké. Ja, hallo. Hallo. Kan ik bij jou een lift halen? Hallo. Kan ik bij jou een lift halen? Wat? Een lift. Lift. Ik ga niet met deze auto verder nu. Ja, ik hoef maar echt maar enkele meters een liftje te hebben. Nou, pak de bus maar. Oké, nou top. Joep. Groeten. Even. Zijn hoofd verloren ofzo? Nee. Oké. Hij heeft geen idee wat hij heeft gedaan. Ik bedoel, hij heeft geen idee wat hij heeft gedaan. Ten eerste. Ik weet niet of ik hem. Maar ik mag hem niet op. Oké, dit moet een hele grote speedrun worden. Komt-ie. Kijk, go. Wat ga ik worden? Courier. Je hebt een nieuwe job. Top. Geef me de bus. Dan wil ik nu eerst hier naartoe gaan rijden. Stap in! Mag ik een lift? Ik mag niet meer instappen. Is wel een beetje kut. Dan zou ik eerst hier naartoe moeten gaan. Ben ik bang. Hoeveel is maar één taxi actief. Nou, laten we maar hopen dat hij geen jobs heeft. Garage. Kan je me ophalen? Sta bij 3206 op de straat waar je werk kan krijgen, zeg maar.
Waarom heb ik mijn schoenen uit? Doe kleren aan. Koekwaus. Goedendag. Ik vraag anders wel even of hij snel kan komen. Kan je snel komen? Anders loop ik wel. Waarom hoor ik daar zoveel gebeuren? En hoor ik nou een motor of een helikopter? Ik hoor zoveel gebeuren, daar moet ik gewoon eventjes naartoe. Ja, sorry. Maar zo ben ik ook wel weer. Ja, in deze tijd had ik dit al lang kunnen lopen. Oeh, zagen jullie dat? Er is een persoon veroordeeld tot 45 uur celstraf. Of taakstraf. En zover ik weet mag je dat niet uitzitten. Dus moet je dat echt serieus online doen. Ja, maar op dat moment was er nog één iemand actief. Ja, hallo, lift. Ik zag hem al aankomen, dus ik denk gevraagd van.
Oh, jongens, jongens, jongens. Klinkt goed. Als ik nu omrijden word, dan ben ik dood. Dat lijkt me logisch. Die boot staat hier ook gewoon nog steeds. Daar kan ik wel iets van vinden. Van mij. Laat maar. Oh, ik weet gewoon nu al dat ik 600 euro ga kwijtraken omdat ik mijn motor niet meer terug kan pakken. Dat weet ik gewoon nu al. Ook al mooi vooruitzicht. Werkkleding. Kijk. Kijk. Dit is wat ik top vind. Al lekker kar met dat ding. Ik ben benieuwd hoe dit te werk gaat. De pakketjes moeten bezorgd worden. Snel. Wow. Ik ben trouwens al, behalve zeg maar die halve aanhouding van net, ben ik ook al een keertje helemaal aangehouden. Dat hielden ze gelukkig bij mondeling waarschuwing. Maar ik ben wel officieel aangehouden. Dat was omdat ik door rood licht zogenaamd tegen zou gaan. Dat was helemaal niet zo. Maar ze vonden het wel. Misschien was het een klein beetje zo. Maar ik zag het overhoofd. Hij was ook op de motor trouwens. Dus ja. Oké, hier mag je weer 100 rijden. Dat is top. Ik weet niet waarom ik een pakketje helemaal bij het vliegveld ga bezorgen. Maar goed. Gek. Oh. Weet het dat ze tevreden gaan zijn over de snelheid van de bezorging? Ik heb wel gevoeld dat ze niet beschadigd raken. Oké. Duidelijk. Hier rijdt toch geen hond. Misschien kan ik dit gewoon prima doen. Oh, perfecte bocht. Wat een mooie draaicirkel heeft dit ding toch, hè? Wat top. Shitzooi.
Dit ding slurpt trouwens wel benzine als een gek. Is dat opo of wat is dat? Dat lijkt me niet. Is dat op opo was? Kom een pakketje bezorgen. Ik weet dat ook echt wat is dat? Oh hier. Ja, oké, okay, dus wel handig. Hup, erin. Kut, ik heb het wel op slot gedaan. Zo, erin. Gas, 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 gas. Kijk, ik ben een postbezorger die wel alles op tijd levert. Oh kijk, hier gaan we even de snelheid van de ding uittesten. Moeten we dat trouwens wel doen, anders gaan we flitsen. Oké, 170, we weten het. Dat die hoogstens 170 gaat. Ik weet het niet. Oeh. Zo. Woep woep. Oh, hier zijn wel heel veel. Flits. Klootzakken. Gek. Stelletje de pielen tegenwoordig. Dat was de popo, daar raakte ik wel een beetje van slag van. Oh, kut, telt dat als damage? Nee, toch? Onbeschadigd geleverd, dat bedoel ik. Ik weet niet, ik vind het wel vermakelijk zo hoe dit gaat. Uitkieken! Zo, gas, 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 gas. Gaan, 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 gaan. Rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Ik moet en zal alles op tijd leveren. Zo. Zo. Mooie bochten, neef. Hier met de richting meegaan. Oh, een beetje driften. Oh, hier is een flitspaal, dat weet ik nog. Oké, gaan, 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 gaan. Gas, 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 gas. Ja, aanvliegen, hup. Jup, 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 jup. Kijk, de draaicirkel is perfect. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Kut. Tel dat als een beschadiging, ik denk het wel, hè. Gekken. Dat moest ik ze even laten weten, hoor, dat het gekken waren. Zo, zo, zo.
even omhoog klimmen. God. Ik weet niet, ik vind dit wel een leuke baan om heel eerlijk te zijn. Gas, afleveren. Naar het magazijn. Dat magazijn, even naar beneden. Pas bezorgen met haast, jongens. Lekker rijden. Gek. Zo, die gozer die moest ik zo ook even aantikken hoor. Al was het maar gewoon puur voor het gevoel, weet je wel. Kutzooi, dat wordt een dure. Dat wordt een dure. Was het of zo? Ik heb gewoon letterlijk al het geld wat ik net heb verdiend, moet ik weer terugbetalen. Ik vind het ook gek dat het trouwens naar mij gaat en niet naar de... Post-tunnel dan, zeg maar, weet je wel. Nee, allemaal goed, hè. Ontving 6 pakketjes. Ja, hoe meer hoe beter, hè? Want dan kan je gewoon in één keer doorgaan. Maar dan zullen het wel kleine pakketjes zijn, gok ik. Toeteren naar mensen, dat vinden ze leuk. Zo. Dat vind ik leuk, dat hij ook terug toetert. Ook al was ik de persoon die daar buiten zit, wat een gek. Ja,
kijk, als ik ergens in de bossen zou zijn, dan zou ik wel durven harder durven te gaan. Maar er zijn hier gewoon te veel flitspalen. Oh, deze persoon die besteld werd. Goeiedag meneer. Laten we eens even kijken hoeveel boetes ik ben ontsnapt door hier niet snel te gaan. Goedendag meneer, oh hier. Goedendag, een pakketje is er. Tachtig maar. Jongens. Ja, dat telt niet. Dat stond er gewoon uit het niets opeens. Dan gaan we hier rijdt geen rond. Oh. Maar zodra ik hier zo kom. Kijk, hier begint het al wat drukker te worden mee te gaan. Wat een mens. Wat een mens zeg. Ik denk dat ik hier naar links ga. Zo, subtiel. En dan, ja, ik ben gewoon, vind het een beetje absurd dat ik zo vergat. Ik moet eigenlijk even een goed verdiende baan hebben. En ik ben dus al bezig met advocaat worden en dat verdient me goed. Dan kan je echt per zaak makkelijk 1500 verdienen. En er zijn best wel mensen die herders schoppen. En als je die dan allemaal moet helpen, ja, dan ben je goed bezig. Maar ja, het is al lastig om advocaat te worden. Kijk, dat kan ik zeg maar niet als je stream doen om solliciteren en zo. Dat moet ik allemaal achter de schermen doen. En dan kan ik advocaat worden. Maar nu moet ik even het akkoord gaan met het feit dat ik postbezorger ben. Zie ik dus aan? Nee, ik ben het toch niet. Oh. Hallo? Handige plek om hem neer te zetten, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Oké, eens even kijken, waar moet je zijn? Hier zo. Uitstappen met dat ding. Hup, pakketje pakken. Zo, en voor gaan, en voor gaan. Hier, sprong nemen, hup, gelijverd. Goeiedag meneer, pakketjes gelijverd. Hier, instap, instap, instap. Snel, 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 snel. Dag, hé, wat is dit nou? Mag ik hem duwen? Nou, ik zou hem liever naar achter willen duwen eigenlijk. Ik weet dat ik hem kan duwen. Hoe kan ik hem duwen nou? Shift A. Goedendag, hé. Hey. Meneer. Je springt gewoon even over die balk heen. Even van seat verwisselen. Ga even naar. Gadver, jongens. Hoe moet je dat kutding naar duwen dan? Kijk, mijn teken vliegt. Zie je dat? Is... er een persoon die mijn auto al een aanrijden met een andere auto. Ik moet even iemand hebben die mijn auto een tik geeft of mijn bus een tik geeft. En tot die tijd moet ik heeft er al iemand gereageerd? Wil iemand
vrijwillig zonder enige kosten bij. Dus hij staat nu. Ja, wat zo'n mooi aanhalingspunt. Ah, ik zou hem toch gewoon moeten kunnen duwen of niet soms. Ik ga hem daar ook nog maar een paar weken dan, maar ik moet hem echt vooruit kunnen krijgen hoor, dat kunnen. Reconnecting to server. Linksbovenin, dat is Comic Sans. Dat ken ik. Jongens, hoezo kan ik deze deur hier niet open doen? En dan gewoon instappen? Of kan ik, als ik daar zit, niet gewoon letterlijk... Er zit niet eens een... Oh, er zit wel een poke van. Hoezo zou ik dat niet eens even kunnen lopen zo? Of kruipen, of wat dan ook. Toe. Jongens, er is iets mis. Goed mis. De richter is er wezen goed mis. De server is gecrashed. Dus de fucking server is gecrashed. Oké, goed, dames en heren, ik had het niet zo willen eindigen, maar ik vind het ook een beetje droevig. Ik had nog zo'n leuk idee om nog te gaan doen met het geld wat ik dan zou verdienen, maar goed. De groeten en